eigenlijk dit soort dingen te zeggen, dat is allemaal niet nodig. Dus mooi. Oké, dag allemaal, welkom terug van de pauze. Mijn naam is Constantijn van Aartsen. Ik ben hier als vertegenwoordiger van de Maastricht Klimaatcoalitie. En ik ben heel blij om hier te zijn, ook aan de voorkant. Niet alleen omdat ik mijn mondkapje even mag uitdoen, dat is altijd rustig. Maar natuurlijk is het heel erg leuk om te zien hoe wij hier met z'n allen samenkomen en praten over de klimaatverandering en hoe we dat tegen kunnen gaan. En natuurlijk leren van elkaar en lessen daaruit te trekken. En wij zijn hier natuurlijk op nationaal niveau zeg maar, bij elkaar samengekomen. Maar de vraag die dit panel zo dadelijk gaat bespreken is, hoe kunnen wij op lokaal niveau lokale coalities smeden, sterk maken voor klimaatrechtvaardigheid. En om dat te bespreken hebben wij drie panelisten uitgenodigd. Als eerste hebben wij Delphine de Potter van Maastricht for Climate in Maastricht. Wij kennen elkaar, wij werken samen. Dus als je vragen hebt, stel ze dan alsjeblieft aan haar. Ik heb geen zin. Daarnaast hebben we Eline Doornbos van Code Rood Groningen. En daar zo hebben wij Juri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij. Dus deze drie sprekers die gaan zo dadelijk 5 tot 10 minuten even een verhaaltje vertellen. We hebben in het programma hebben een aantal vragen zoals hoe smeed je een sterke coalitie, hoe kiezen jullie dan een richting, et cetera. En ze gaan ieder vanuit hun eigen oogpunt daar een beetje over vertellen. En vervolgens ga ik misschien 1 of 2 vragen stellen om de discussie een beetje te verdiepen. En dan gaan we met heel veel plezier naar het publiek toe om jullie ervaringen en bijdragen ook te vragen. Jullie zijn heel vrij om natuurlijk jullie eigen ervaring te delen voor hoe wij sterke lokale coalities kunnen bouwen. En anderzijds ook natuurlijk om vragen te stellen aan de panelisten. We gaan de format van deze vragen een klein beetje aanpassen deze keer. Dus we hebben vorige keer gewerkt met, dan moet ik deze even laten vallen, met zeg maar 1, 2, 3, 4. Dat werkt goed, maar wat ons wel opviel is dat zeg maar, de discussies die gingen dan een beetje van hier naar daar, naar daar, naar daar. Dus we gaan een kleine aanpassing maken. En dat is, voordat we van de eerste naar de tweede vraag gaan, dan ga ik eerst even een tussenvraag stellen aan jullie. Van, is er iemand die een directe bijdrage heeft op dit onderwerp? En dan doe ik een beetje, en als je dat hebt, dan doe je graag dit. Draaien met je vingers. En op die manier kan ik jullie even, kan ik jullie kiezen uit het publiek. En dan gaan we op die manier verder naar, als we dat zeg maar hebben besproken, dan gaan we vervolgens toch wel door naar 2, 3, 4, et cetera. Dus dat is een beetje het nieuwe proces. Ik geloof dat Filip ook gaat, die is inmiddels, jij gaat bijhouden wie 1, 2, 3, 4, et cetera is geweest. Heeft zoveel hand heeft opgestoken, zodat jullie niet 40 minuten lang zo hoeven te staan of zitten. Dat is natuurlijk wel wat rustiger. Oké, ik ben lang genoeg aan het woord geweest, dus bij deze. Delphine, kan je jezelf even kort introduceren en vervolgens doe je verhaal. Zeker. Hallo, kun je mij horen? Ja, hey. Dus goedenavond iedereen. Ik ben Delphine van Maastricht for Climate. Zoals je waarschijnlijk ook hoort, ik ben Belgisch. maar ik studeer in Maastricht. En wij zijn onze organisatie ongeveer een jaar of een jaar en een half geleden opgericht. Dus het is een redelijk jonge organisatie. Maar ik moet ook wel zeggen dat klimaatcoalities is eigenlijk ook een beetje het ontstaan en bestaan geweest van onze organisatie op zich. Het is echt een rode draad geweest. Dus om jullie kort eventjes in te lichten, een jaar en een half geleden kwamen we met 3 vrienden samen en dachten we van oké, er is zoveel energie in België over de klimaatmarsen en we moeten die ook eventjes gewoon die energie meenemen naar Maastricht. En dan dachten we, laten we gewoon een klimaatmars organiseren zelf. Beetje naïef, want ik weet zeker dat jullie daar ook een goed beeld over hebben, dat dat een beetje ingewikkeld is soms. En zeker om veel mannen op straat te krijgen. En dan hebben we eigenlijk heel veel beroep kunnen doen op andere klimaatorganisaties die al actief waren in Maastricht. En hun netwerk kunnen gebruiken, hun contacten, hun know-how. En dan hebben we ook snel verstaan dat we eigenlijk iets met die energie samen ook moesten doen. En dan zijn we ook onze eigen klimaatcoalitie begonnen, Klimaatactie Netwerk, KAN heette die. Om elkaar eigenlijk keer op keer te steunen in de projecten die we aan het doen waren. Nu moet ik ook wel zeggen dat over tijd kan soms een beetje moeilijk verlopen, omdat we niet altijd één bepaald doel hadden om naartoe te gaan of één bepaald project om samen naartoe te werken. Maar wat we wel van KAN gehaald hebben, is de connecties en de relaties die we in onze kleine stad Maastricht hebben opgebouwd tussen de klimaatorganisaties. En dan gingen we gewoon keer op keer nieuwe klimaatmarsen organiseren in Maastricht. En dan hoorden we eigenlijk ook wel van veel mensen, zowel van de media, de oh zo geliefde media, als de lokale mensen in Maastricht soms, als onze medestudenten zelf, van ja, maar waarom gaan jullie altijd op straat? Het is niet zo duidelijk. Wat is klimaatrechtvaardigheid? Wat,
wat bedoelen jullie eigenlijk als jullie gewoon op straat gaan roepen met zoveel mensen? En we dachten van, oké, we'll take the feedback. Interessante vraag op zich, want niet iemand van onze organisatie had daar op zich een concreet antwoord op. Dus we dachten van, oké, tegenover de gemeente van Maastricht willen we ook gewoon eisen vormen. En net zoals wij deze ochtend zeg maar, gedaan hebben met de post-its, hebben we ook verschillende organisaties samengeroepen die ondertussen onze vrienden waren geworden in Maastricht. Verschillende NGO, grassroots organizations zoals XR Maastricht of Internationale Socialisten Maastricht, Milieudefensie, FNV, Precious Plastic, wie zit er dan nog bij, Fossielvrij Maastricht. Zijn we eigenlijk allemaal samengekomen en hebben gezegd, wat zijn jullie eisen voor jullie organisatie en hoe kunnen we al die eisen samensteken in een pakket? En hoe kunnen we dan duidelijk tegenover de gemeente laten weten, kijk, dit is waarvoor we staan, dit is wat we nodig hebben in Maastricht en ook tegenover onze medestudenten, tegenover de media, tegenover de lokale bevolking zeker, omdat dit ook echt wel ons doel was om hen als achterban mee te krijgen. Hebben we ook gedaan. Dus in februari zijn we samengekomen en enkele maanden later wouden we eind april natuurlijk onze klimaatmars doen, maar dat, disclaimer, niet gelukt is. maar we hebben toch wel 8 eisen gevormd samen en dat was ook een heel proces. En als ik terugblik daarop, dan denk ik wel dat het belangrijkste is dat je daar genoeg tijd voor neemt. Dus om ook en geduld en duidelijkheid, wat het de eisen zijn, hoe vormen ze, werkgroepjes maken om op die eisen te werken. Maar ook vooral als ik terugblik is onze vorige coalitie CAN, Climate Action Network, die misschien niet direct heel succesvol was, was op zich nu wel een groot succes omdat we de relaties van elkaar hadden. En dan ook wat een framework. Dus het idee van de klimaatmars was ook om een thema te hebben en dat was tegen fossiele brandstoffen. En dus dat was zeg maar het thema waarover de mens kunnen gaan, want anders kan het heel wijd gaan, zeker in de klimaatbeweging, dat we ook wel gemerkt hebben. En dat heeft ons ook wel heel goed geholpen. En dan corona kwam. En toen hebben we eigenlijk niet stilgestaan. En dachten we van oké, we gaan voortdoen, maar misschien een andere versie of een andere vorm. En dan zijn we een beetje meer opgebotst op wat is klimaatrechtvaardigheid. Hoe gaan we daarmee om binnen onze organisatie, binnen onze coalitie? We hebben daar ook geen antwoord op, omdat we ook gewoon denken, ja, dit is een dynamische term die steeds opnieuw verandert. Met de evenementen die vandaag gebeuren, George Floyd, we hebben er vandaag al zoveel over gepraat. En ook in Maastricht hebben we daar dan ook samen als coalitie en Black Lives Matter, feminist organizations, allemaal samengeraapt en gezegd, oké, laten we een protest doen. En dan hebben we ook One Fight, One System protest gedaan, de anderhalve meter protest. En dus zo proberen we ook gewoon meer samen te groeien en meer duidelijkheid te creëren van wat een klimaatcoalitie op zich betekent. En soms is het ook moeilijk, omdat aangezien je zoveel uiteenlopende organisaties hebt, ze hebben verschillende blikken van hoe dat we nu die 8 eisen moeten voortbrengen, hoe geraken we daar? En die eisen die komen van, we willen gratis openbaar vervoer. Want Nederland heeft heel duur openbaar vervoer eigenlijk. Dus het maakt het helemaal niet toegankelijk voor iedereen om zomaar de bus of de trein te nemen. We willen beter geïsoleerde huizen. We willen meer de lokale economie stimuleren, et cetera. Ik vertel er heel graag meer over in de pauze als je wil. Maar dus hoe geraken we daar dan eigenlijk? En sommige organisaties binnen onze coalitie hebben eerder van oké, we moeten met de gemeente gaan praten, we moeten kijken, we moeten zien dat we gehoord worden, dat zij ook kijken wat onze eisen zijn en hoe dat we daar samen geraken. Terwijl andere organisaties zeggen van nee, go on the streets, protesteren, massaacties, pressure van de achterban. En dat is eigenlijk ook gewoon een onderwerp dat vaak terugkomt. En ik ben eigenlijk ook heel curieus naar jullie input daarvan. Hoe gaan jullie daarmee om? Wat zijn jullie ervaring daarmee en hoe leid je zeg maar, die eisen of jullie gemeenschappelijke doelstellingen naar een goed eind? Is het mogelijk? Ook een vraag. Maar dus ja, dat is soms ook wel moeilijk. Maar alleszins denk ik dat we met onze coalitie toch wel op de volgende klimaatmars 8 eisen gaan kunnen stellen. Dat we ook debat gaan verder voeren met de burgemeester en de buschauffeurs om te kijken, oké, hoe doen we gratis openbaar vervoer? Dus zo willen we het zeg maar, verder trekken om het lokaal concreter te maken en ook daar veranderingen in willen zien.
En dat zouden we zonder coalitie denk ik nooit kunnen doen, want wij zijn ook maar een kleine organisatie die probeert klimaatrechtvaardigheid op te brengen. En met de input van XR of Internationale Socialisten of Milieudefensie, FNV en al die andere organisaties brengt ons ook gewoon veel meer kennis. Dus toch dankbaar voor de coalitie, zelf al is het niet altijd zo gemakkelijk, zou ik zeggen. Dus ja, that's it. Dankjewel, Delphine. Oké, Eline, dan aan jou dezelfde vraag natuurlijk. Hoe bouwen we sterke lokale coalities voor klimaatrechtvaardigheid? Hallo. Ik ben niet zo gewend om in een microfoon te praten, hoewel ik de perswoordvoerder van Groningen ben. Bear with me. Ik ben dus, zoals gezegd, van Code Rood Groningen. Ik ben nauw betrokken geweest bij het opzetten van de lokale afdeling van Code Rood sinds natuurlijk Farmsum 2018. En sinds februari zijn we ook een actiecoalitie begonnen in de stad Groningen. En in dat proces, ik denk dat wij best wel een van de voordelen voor ons is dat Groningen een vrij compacte stad is. En een ontzettende studentenstad, waarin alle studenten die een beetje activistisch georiënteerd zijn elkaar heel makkelijk weten te vinden. Zo hebben we bijvoorbeeld de Democratische Academie in Groningen. En een aantal van onze coalitieleden waren daar al in actief. Dus zo ontstaan er dan mooie netwerken. Voor ons als Code Rood Groningen, wij hadden eigenlijk al banden met Fridays for Future Groningen, Extinction Rebellion Groningen, Fossielvrij Groningen. Ik denk dat er wat automatischer al een bepaald, ja, een vorm van onderlinge solidariteit ontstaat bij die bewegingen die op hetzelfde thema werken en elkaars acties dan komen ondersteunen en bezoeken. Maar ik dacht, er moet toch meer mogelijk zijn. En in Groningen zag ik vooral heel erg dat silo-activisme. Dus ik heb toen het idee opgevat om te gaan inventariseren van, goh, wat voor bewegingen zijn er nou eigenlijk nog meer. Laten we die allemaal uitnodigen en een soort van verkenningsavond organiseren waarin we allemaal bij elkaar komen. En om te kijken of er behoefte is aan een coalitie, überhaupt. En die avond kwam er meteen zoveel enthousiasme en energie vrij dat het eigenlijk meteen, we het meteen eens waren van, dit gaan we doen. Dus nu hebben we een coalitie met Code Rood Groningen, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Fossiel Vrij, Decolonize Groningen, Kick Out Zwarte Piet, Internationale Socialisten, Groninger Feminist Network, 414 en de Bond Precaire Woonvormen. Dus heel divers. Op dit moment, toen kwam natuurlijk ook, in februari zijn we begonnen, dus toen duurde het niet heel lang voordat de corona ook bij ons aanklopte. En de afgelopen tijd, hoewel we dus best wel in de kinderschoenen zijn blijven staan, zijn we vooral gericht geweest op continuïteit. Dus we proberen nu een systeem ook op te zetten waarbij we roulatie krijgen van onze vertegenwoordigers, zodat die coalitie niet een soort van exclusief clubje wordt waarbij dezelfde personen steeds de uitkomsten van bijeenkomsten moeten gaan terugkoppelen aan hun achterban. Waarbij we dus een soort van roulatie kunnen gaan bewerkstelligen. En daarin lopen we best wel een beetje tegen wat problemen op, omdat mensen een beetje verantwoordelijkheidsschuw blijken te zijn. En dat soort dingen, vooral op het gebied van coördinatie en organisatie, daar helemaal niet zo enthousiast van worden. En het eigenlijk allemaal wel prima vinden dat het hetzelfde clubje is. Maar wij in het clubje willen juist graag dat veel meer opengebroken wordt. Dus dat is best wel een beetje een uitdagende wisselwerking. Hoewel we in de stad best wel succesvol zijn geweest in het bouwen van een coalitie, dus het is echt een voortdurende samenwerking tot op heden, zijn we dat in de provincie eigenlijk helemaal niet. En daar liggen de beginselen van Code Rood Groningen wel. En dus is dat ook best wel heel erg jammer. We hebben wel interacties met groepen in de beweging, maar dat is meer incidenteel en niet structureel. En in Groningen spelen persoonlijke belangen en de relaties ook best wel een hele grote rol in de provincie. Dus ik denk dat je ook eerder kunt spreken van banden met personen dan van banden met groepen. En de actiebereidheid is op dit moment eigenlijk heel laag in Groningen. En zo hadden wij bijvoorbeeld een digitale meeting in de aanloop naar mei. En daar had ik heel veel connecties voor uitgenodigd. Maar uiteindelijk kwam er dan eentje, kwam zich aansluiten. Dus dat voelt een beetje als eenrichtingsverkeer op dit moment. En daarom hebben we de aandacht van Code Rood Groningen nu vooral verlegd naar de stad. En laten we de provincie eigenlijk maar eventjes een beetje voor wat het is. Als het gaat om een andere vraag, als hoe relateer je aan andere bewegingen? Ik denk dat bij ons het zo is dat de keuze voor actiemethode, dat kwam in ons verkenningsgesprek ook al even naar voren, daarin heel belangrijk is. En
wij zijn het inhoudelijk allemaal heel erg met elkaar eens over de systeemcrisis en de verbondenheid tussen de verschillende vormen van verzet die wij voeren. Maar de manier waarop we ageren verschilt heel erg per beweging. En wij hebben er eigenlijk voor gekozen om daarin niet een soort van collectieve visie te gaan ontwikkelen. En afhankelijk van de actievorm komen mensen gewoon wel of niet opdagen. En dat werkt voor ons eigenlijk heel goed. Ik denk dat binnen coalitievorming het heel belangrijk is om de autonomie van individuele bewegingen en groepen te waarborgen. En dat op het moment dat de vorm wat vrijer blijft, er ook meer de coalitie eigenlijk wat inclusiever blijft. En dat is voor ons wel belangrijk. En dat geldt eigenlijk ook voor onze eisen. Een andere vraag. Jullie hebben bijvoorbeeld wel eisen geformuleerd. Wij zijn daar zeker nog niet. En hebben dat op dit moment ook niet per se heel hoog op de agenda staan. Wij zijn expliciet een coalitie voor intersectioneel activisme. En we richten ons dus heel erg op het ageren tegen die verschillende en verbonden systemen van oppressie en marginalisatie. En willen dat ook heel graag belichten naar mensen toe. Van hoe zijn wij dan verbonden? Wat moet Code Rood Groningen met het Groninger Feminist Network? Of met Decolonize Groningen, et cetera. Dus we zijn heel erg daarmee bezig om duidelijk te maken wat nou eigenlijk die meerwaarde van die coalitie is. Voor onze achterban en het wat bredere publiek. En onze energie gaat uit naar het wederzijds versterken van elkaar, het leren van elkaar, het doorbreken van silo-activisme en ook het verbreden van die coalitie. Dus onze eerste samenwerking met de Black Ladies of Groningen was natuurlijk voor het BLM-protest. En toen hebben wij ook sfeerbeheer geleverd. Maar daarna zijn we niet echt verder gekomen qua samenwerking. Dus daar gaat op dit moment heel veel energie naar uit. Ik denk, aangaande wat iemand noemde als reactie op het vorige panel, onze eisen kunnen samengevat worden binnen het kader van sociale en ecologische rechtvaardigheid. Maar verder dan dat gaan wij op dit moment niet, omdat wij bewegingsspecifieke eisen eigenlijk niet willen invisibiliseren. En zeker, dan zouden zeg maar hele kleine bewegingen, zoals de Bond Precaire Woonvormen, zouden dan aan het kortste eind trekken. Zeker omdat we bijvoorbeeld 4 klimaatgeoriënteerde bewegingen in onze coalitie hebben. Dus vanwege die verdeling is klimaatrechtvaardigheid zo'n heel groot frame binnen onze coalitie. Maar daarom is het des te belangrijker om te blijven benadrukken dat wij ons verzetten tegen bepaalde systemen en dat het daarbij niet of, maar en is. En dat merken wij, dat is een van onze issues die ik ook graag hier eigenlijk vooral met jullie wil delen als het om zelfreflectie gaat. Dat botst heel erg voor ons met de single issue mindset die er overheerst in de provincie Groningen. En dat zagen we helaas in december toen wij als coalitie, natuurlijk met een van onze coalitieleden, Kik uit Zwarte Piet, massaal natuurlijk tegen Zwarte Piet kwamen demonstreren. En opeens echt lijnrecht letterlijk stonden tegenover mensen die in augustus nog in ons lokale klimaatkamp gezellig hebben rondgelopen. En in dat opzicht zitten wij als Code Rood Groningen best wel in een spagaat, denk ik. En is dat een beetje een dilemma van hoe meer wij opgaan in die coalitie en hoe meer wij de boodschap van die coalitie gaan uitdragen, hoe meer wij het risico lopen dat het een vervreemdende werking heeft in de provincie, waar dus heel veel mensen heel veel eisen die binnen onze coalitie gedragen worden eigenlijk helemaal niet steunen. Dus ik zou ook graag van jullie horen of jullie dat soort dilemma's herkennen en of jullie tips hebben over hoe daar op constructieve wijze mee omgegaan kan worden. Dankjewel, Eline. Juri, mag ik jou vragen om een korte inleiding en hoe jij dit ziet? Ja, hij staat wel aan. Juri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij. Wij bestaan al wat langer, een jaar of 5, 6. En wij werken eigenlijk niet zozeer met een vaste coalitie. Wij zoeken onderwerpen uit waarvan we zeggen, hey, deze vinden wij echt heel belangrijk. En we gaan juist op dat onderwerp en op die actiemethode als het ware, gaan we coalitiepartners zoeken in de stad. Nou is Den Haag natuurlijk net iets groter, dus dan is het ook makkelijker, zeg maar. Je hebt een veel grotere stad, dus het zou ook niet echt heel erg werken als je met alle verschillende organisaties zegt, we gaan met elkaar in een sporthal zitten. Het wordt één kakofonie. Maar dat maakt het dus wel voor ons mogelijk, waar jij tegenaan loopt tussen de provincie en de dingen, om met bepaalde onderwerpen met een bepaalde club op te trekken. Terwijl op een ander onderwerp wij elkaar tegen kunnen komen op straat, zal ik maar zeggen.
En dat levert dan ook niet die spanning op, omdat heel duidelijk is welk onderwerp deel je en waar zet je je samen voor in. Nou, een paar van de belangrijke dingen. Den Haag is de olie- en gashoofdstad van de wereld. Shell, Total, Aramco, verzin maar welk oliebedrijf je hebt. Ze hebben allemaal het hoofdkantoor of het Europese hoofdkantoor in Den Haag zitten. En Shell is daar vandaan begonnen. We hebben in de Mient, waar ook een heel mooi duurzaamheidsproject is, hebben we de allereerste boring van Nederland, olieboring. We hebben daar ook een voordeel van, want als het gaat over geothermie nu, weten we dus in Den Haag exact hoe onze ondergrond eruit ziet. Want dat is allemaal met olieboringen al lang in kaart gebracht. Maar willen wij dus in Den Haag iets veranderen, dan zullen we ook die bedrijven de stad uit moeten jagen met pek en veren. Met hun pek en onze veren. En dat is een enorme opgave. Want bijvoorbeeld het hoofd voor de advisering over de energietransitie van de gemeente Den Haag zit in de Hague Economic Board. Altijd leuk, die Engelse termen die er dan bij komen. Maar dat is Marjan van Loon en dat is de directeur van Shell Nederland. Dus Shell Nederland zit in Den Haag gewoon aan tafel als het gaat over hoe moeten we Den Haag gaan verduurzamen. Dat schiet niet erg op. Den Haag wil Eneco verkopen, terwijl we een heleboel warmtenetten hebben. En die worden dan dus privaat eigendom. En dan zit dus Marjan van Loon, die tegelijkertijd dat Eneco wil kopen, zit aan tafel om te adviseren over hoe zou je dat dan het beste kunnen gaan verkopen. Dus dat is een enorme opgave en dat is niet een opgave waar iedereen enthousiast van wordt. Want ja, je maakt geen vrienden op het moment dat iedereen vrienden met de olie- en gasindustrie in de stad is. Maak je geen vrienden ook niet in de politiek enzovoorts als je daar wat tegen doet. Maar je maakt wel heel duidelijk een statement. En Shell had een Generation Discover Festival. En daar is een vrij intensief en hard tegen geageerd. Daar kwamen echt bussen vanuit het hele land voor jonge kinderen om daar te laten zien hoe gezond ons, met name onze gasindustrie is en wat er allemaal kan. En één jaar hebben we dat op het scherpst van de snede gedaan. En het jaar daarna waren ze voorbereid. En toen was het dus een discussie die ook over demonstratievrijheid enzovoorts ging. En het jaar daarna zijn ze naar Rotterdam gegaan, want in Den Haag was er niks meer te winnen. En dat is een klein ding, maar het is wel superbelangrijk. Hetzelfde, Shell kreeg voor dat ding uit een onderwijspotje geld van de gemeente Den Haag. Want het was toch fantastisch dat ze daar dingen over techniek onderwezen. Dat potje is nu gestopt. En dat zijn hele kleine dingen, maar wil je in die politiek zo'n potje stoppen, dan moet je een meerderheid van de mensen hebben die zegt, ja, eigenlijk gek. En dat is wel iets wat we voor elkaar hebben gekregen. Als je kijkt naar de TU Delft, 7 jaar geleden stond Shell in de top 5 van meest favoriete werknemers. Ze staan überhaupt niet meer in die lijst. En dat zijn de dingetjes waar juist door dit soort acties een heel duidelijk verhaal komt. Een tweede, wat totaal andere tak van sport is wij hebben gezegd Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn. En dat hebben we niet alleen gezegd, dat hebben we gezegd samen met 300 verschillende organisaties, van een Egon, een verzekeringsmaatschappij, tot het buurthuis op de hoek, die allemaal in die stad hebben gezegd, ja, dat Haags klimaatpact, dat willen wij dat uitgevoerd gaat worden. En wat hadden wij nou voor voordeel? Dat in de gemeenteraad daar ook een enorme coalitie was, die het Haags klimaatpact zelf geschreven heeft, maar buiten de politiek. Dus de partijen zijn met elkaar om tafel gaan zitten een jaar lang. En elke keer van oké, hoe gaan we dit nou aanpakken? En voor de gemeenteraadsverkiezingen waren er 8 partijen. En dat is echt, dat was van de Partij voor de Dieren tot en met de VVD. Die zeiden, Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn. En bij de verkiezingen waren het inmiddels 13 van de 15 partijen die zich daarbij aansloten. En dat is wat in het vorige ding werd gezegd van zo'n heel breed thema waar je allemaal achter kan staan. In Den Haag is dat 2030. En iedereen gebruikt 2030, ook al zal de een zeggen van ja, we moeten streven naar stappen om in de buurt te komen van bla bla bla, 2030. Tot de mensen die zeggen, ja, dan moet het klaar zijn enzovoorts. Maar dat 2030 is iets wat er niet meer uitgaat. En dat zijn dus memes, dingen die gewoon heel goed werken.
Die politiek heeft het voortouw genomen om daar een plan voor te maken. Maar voor de meeste partijen was dat natuurlijk iets van, ja, na de verkiezingen kan dat in een la. Maar Den Haag Fossielvrij heeft 300 partijen in de stad daarachter gekregen. En dan kan het niet meer. Dan zit je eraan vast als politiek. En dat is dus een tweede voorbeeld van hoe we dat doen. Maar ja, dan praat je dus ook met een VVD, die als het gaat over Shell de stad uitkrijgen, natuurlijk niet zeg maar in ons kamp zit. Dus op die manier zoeken we heel nadrukkelijk andere dingen. En in dat 2030 klimaatneutraal, dus op stedelijk niveau, de warmtetransitie, dus hoe gaan we zorgen dat onze huizen verwarmd zijn, is de allergrootste opgave. En daarvan hebben we dus ook gezegd, ja, dan moeten we ook in die warmtetransitie concreter gaan worden. Want als we alleen maar zeggen dat dat moet gaan gebeuren. Dus we zitten ook in een overleg met allemaal verschillende wijkgroepen die bezig zijn met hoe gaan we nou die warmtetransitie bij ons in de wijk organiseren. En wij hebben dan daar zo de taak weer om aan te geven van, joh, let op, er komt een landelijke warmtewet. Alles wat jullie hier willen doen, dat wordt straks in die wet anders geregeld. Let op, wij houden de politiek in de gaten, er is een stedelijk energieplan. Let op, ze willen nu Eneco verkopen, maar Eneco is degene die alle hoofdleidingen in de stad heeft. Dus als je dat nu niet oplet gaat doen. En dan zie je dus dat ondanks dat zij helemaal niet met politieke dingen bezig zijn, en dat ook absoluut niet zouden moeten doen, want als je in een wijk iedereen met elkaar wil verenigen, dan kun je niet zeggen, ja, we zijn links of we zijn rechts of we zijn weet ik wat. Maar die mensen die zijn daar dus wel heel bewust van wat er allemaal speelt. En die gaan wel dus op een veel inhoudelijkere manier ook met die vragen om en met wat moeten we dan wel en wat moeten we dan niet doen. Dus wij kiezen er heel nadrukkelijk voor om juist niet één coalitie te hebben waarmee je zegt, dit is het grote verhaal, maar veel meer met memes te werken. We zijn de fossiele hoofdstad van de wereld. Ja, dat is toch een beetje lastig. 2030 klimaatneutraal, daar moet je iets mee doen. En we hebben een warmtepijp die wordt aangelegd, of die ze willen gaan aanleggen vanuit Rotterdam, uit de haven. Om dan de havenwarmte te gaan gebruiken in Den Haag. Nou, als je zo'n pijp aanlegt, moet je die 30 tot 50 jaar gaan gebruiken. Dat is fossiele warmte die daar vandaan komt. En dat is dus ook een enorm thema bij ons, om ervoor te zorgen van, dat willen wij niet dat dat gebeurt. En dat brengt me dan naar die actiemiddelen, want wij staan zeg maar met, we hebben ook toen Den Haag Fossielvrij nog vrij klein was, hebben ze, toen zat ik er nog niet bij, met 200 groepen in de stad hebben ze met elkaar een fietsparade georganiseerd bij het begin van het gemeenteraadsjaar. Dus de gemeenteraad zou voor het eerst bij elkaar komen. Er zijn 200 organisaties uit de stad die allemaal met hun eigen duurzame, maar ook sociale, alle verschillende dingen, projecten bezig waren, hebben met elkaar een fietstocht door de stad gemaakt en eindigden dus bij die gemeenteraad. Waar al die gemeenteraadsleden vlak voordat ze het eerste keer weer het woord zouden voeren, toch wel even werd geconfronteerd met, oké, we zitten ook voor deze mensen hier in de stad. Dat is een actiemethode, zeg maar Shell de stad uitkrijgen. Dat is gewoon echt demonstreren, flyeren, hardcore, grassroots de straat op. Maar we hebben bijvoorbeeld ook samen met een groen consortium van allemaal groene bedrijven, hebben we 3 miljard opgehaald om zelf Eneco te kopen. Als die gemeente dat Eneco wil gaan verkopen, ja, dan zitten wij zonder al die infrastructuur die we nodig hebben voor 2030. En toen hebben we dus met een aantal mensen hebben we dat gedaan. De gemeentes hebben uiteindelijk gezegd, met name ook de gemeente Rotterdam, van ja, we willen niet dat dat door deze club gekocht wordt. Dus we zijn uit het biedingsproces gegooid. Maar we hadden wel 3 miljard. En dat is dan dus weer een totaal andere manier. We moeten ons niet laten vastleggen in, wij zijn zeg maar een beweging en dus moeten wij alleen maar demonstraties doen of wat dan ook. Je kunt ook gewoon een bedrijf kopen of een heel groot bedrijf starten. En al dat soort middelen, die moet je, zeg maar, moet je eigenlijk niet uitsluiten als het ware. En een heel belangrijke manier waarop dat kon is en kan, is dat wij ontzettend aansluiten bij, wat zijn innerlijke drijfveren van mensen binnen onze club? Op het moment dat jij die drijfveren de ruimte geeft, dan kun je veel en veel verder komen. Want daar sta je voor op, daar vecht je voor enzovoorts. Daar vind je ook veel makkelijker coalities voor. Want op het moment dat jij daar super enthousiast dingen staat te vertellen, dan denk je, wow, oké, ja, nee, tuurlijk kom ik dan ook in dat verhaal. En door dat te doen en dus ook
eigenlijk op organisatieniveau hetzelfde. Sta je ook achter wat dat Shell een probleem heeft? Nou, Raki, die heeft ook een probleem met Shell, want die zitten ook in Indonesië met allerlei problemen. Dus daar kun je prima mee samenwerken op het gebied, jongens, dit moet zo niet. En dat zal niet gaan gebeuren, zeg maar, op het moment dat je zegt, nee, we moeten één coalitie vormen. En dan, dan zijn we klaar. Ik denk dat, dat ik hiermee een mooie inleiding heb gegeven. Juri, dankjewel. En dank alle panelleden even. Eerst even één snelle vraag om te verdiepen en dan gaan we jullie lekker loslaten op het panel. Ik bedoel dat op sympathieke wijze, maar goed. Een van de dingen wat je natuurlijk tegenkomt is dat in de praktijk zijn mensen het niet met elkaar eens over alles. Hè? Kijk, als we makkelijk overal consensus konden vormen, dan hadden we überhaupt de klimaatcrisis niet gehad, denk ik. Maar toch kom je natuurlijk partijen tegen die hebben andere belangen, die hebben andere ideeën van hoe een duurzame wereld eruit ziet. Ik denk dat links en rechts kom je toch wel mensen tegen die hebben allemaal een idee voor een betere toekomst. En de vraag is een beetje, hoe ga je daarmee om? Of hoe gaan jullie daarmee om? Dat is natuurlijk een theoretische vraag, maar jullie zijn dat allemaal in de praktijk ook tegengekomen. Dus heb je bepaalde grenzen of zeg je dat doe ik bewust niet? Hoe hebben jullie dat geïmplementeerd? Misschien even beginnen bij Delphine. Hallo. Ja, vind ik op zich ook een super interessante vraag. Ik denk dat wij momenteel, aangezien ook de grootte van onze coalitie is niet zo heel groot, dus we kunnen ook gewoon nog met elkaar converseren. En de methodes die we nu aannemen sluiten elkaar op zich niet uit. Dus door met de gemeente te converseren en dan ook door grote acties te voeren. Maar ik denk niet dat wij er al uit zijn over hoe dat we daarmee moeten omgaan. En ik denk dat dat ook een vraag is naar het publiek. Dus ben eigenlijk ook heel benieuwd hoe die vraag wordt ingevuld. Eline? Ja, het raakt een beetje, denk ik, bij waar ik mijn verhaaltje geëindigd was. Dus het zijn heel veel, wat ik jou bijvoorbeeld ook hoor zeggen, jullie zijn heel erg gericht op het aangaan van bepaalde strategische coalities. Dus het zijn event coalitions die gericht zijn op een bepaald issue. En wat wij in Groningen op hebben gezet is een enduring coalition. Daar zit wel wezenlijk een verschil in, denk ik. Er is heel veel verschil. Kijk, dit is een panel over lokale coalities, maar daarin mag ook, ik denk dat het belangrijk is om even de theoretische kant te benoemen, dat er heel veel verschil zit tussen coalities en dat coalities ook hele verschillende functies kunnen vervullen. Dus het gaat niet specifiek alleen maar om dingen gedaan krijgen en de concrete kant van dit en dit is wat we willen, dit en dit is wat er moet gebeuren. De praktische kant, dus de samenwerking helpt ons om concreet onze capaciteitsproblemen te overkomen. Heel erg gedreven door dat idee van there is strength in numbers, et cetera. Maar ik denk dat voor ons op dit moment, in waar wij zijn met onze coalitie, dat het vooral om de intersubjectieve component gaat, waarin we veel meer gericht zijn op natuurlijk enerzijds het agenderen van urgente kwesties en het ageren tegen de structuren die deze onrechtvaardigheden produceren en in stand houden. Maar anderzijds ook om te kijken naar dat er aandacht is voor verschil en dat er ruimte is voor persoonlijke en interpersoonlijke verandering. En dat is ook een functie die coalities kunnen hebben. En dat is voor ons, op dit moment staat dat voorop, in waar onze energie in gaat zitten, zeg maar. Juri. Ja, wij hebben het voordeel, zeg maar, we hebben sinds 2 jaar, denk ik, een café Utopie in Den Haag. En daar worden ontzettend veel themaavonden georganiseerd om het over allerlei dingen te hebben. Dus we hebben het voordeel dat die coalities er misschien als coalitie niet automatisch zijn, maar dat er wel een platform is en een plek waar al deze discussies al gevoerd kunnen worden. Dat is dan worden. Een beetje jullie publieke ruimte dan, en zeg dat, maar. Dat is onze publieke ruimte ook. Wij organiseren daar elke vrijdagmiddag een klimaatcafé waar allerlei verschillende mensen met hun eigen project bezig zijn. En dat hoeft helemaal niet vanuit Den Haag fossielvrij te zijn. Wij zorgen dat wij er aanwezig zijn. Maar dat zijn ook ZZP'ers die warmtenetten doorrekenen. We hebben op een gegeven moment zelfs iemand van de petroleumindustrie in Rotterdam langs gehad. Die zei, ja, ik werk hier nu 2 maanden, maar ik wil ook jullie kant van het verhaal willen horen. Maar het is een open uitnodiging van jongens, kom. En het is niet de meest effectieve manier van werken, want je bent natuurlijk ook heel veel met elkaar aan het praten. Maar dat is wel weer een hele effectieve manier van communiceren. Omdat je het 1-op-1 doet en de dingen die jij interessant vindt, daar pik jij het meeste van op. Terwijl allerlei andere mensen gewoon nog aan het doorwerken zijn.
Dus op zo'n manier zeg maar, hebben wij daar een mooie vorm voor, denk ik, in het verhaal. Als het gaat over van wat kun je wel en niet bereiken, zeg maar, met de ene coalitie of met de andere coalitie. Ik denk, zeg maar, dat in Den Haag, juist door dat 2030 aan te houden, er ontzettend veel problemen al strategisch en tactisch enzovoorts wegvallen. Want er is geen enkele business case om een niet 100% duurzame oplossing nu te bouwen die in 2030 afbetaald is. Dus juist doordat je zegt, nee jongens, Parijs heeft gezegd, de rijke landen moeten voorlopen. Wij hebben een relatief makkelijke opgave in het verhaal. We hebben het grootste belang, we liggen aan zee enzovoorts. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, is 2030 gewoon wat Parijs zegt. Dan kunnen we zeggen van ja, nee, maar we rekenen alles met het gemiddelde enzovoort. En als je het daarover eens bent, dan heb je dus ontzettend veel gezeik. Biomassa, er is echt niemand in Den Haag die over biomassa begint. Omdat ja, een biomassacentrale, zelfs met die subsidie, als die over 10 jaar uit moet, kun je hem niet afbetalen. Dus het feit, zeg maar, dat je dat op die manier doet, maakt wel dat je heel veel problemen eigenlijk, zeg maar, loslaat. En wij zijn ook best wel hard dat op het moment dat je dat 2030 niet doet, be my guest, kom naar het Klimaatcafé, organiseer zelf iets bij Utopie. Maar dan hoeven wij niet zo heel veel met jullie te doen op dat gebied. Dus daar kiezen we wel zelf heel duidelijke lijnen. Maar die lijnen liggen vanuit het klimaatakkoord en het klimaatpact dat in Den Haag gesloten is. Ja. Dank jullie wel. Beste publiek, jullie vragen. Ik zie daar een 1, die was er snel bij. Daar is een 2e en een 3e. Oké, Filip, die zie ik niet meer. Waar is Filip? Kijk eens voor me, andere kant. Helemaal top. Filip houdt een beetje de nummers bij, dus ik ga af en toe ook even naar Filip kijken. En we gaan nu even een nieuw onderwerp openen, of eventueel als het een bijdrage is op bij dezezelfde vraag. Maar denk eraan even voor de nieuwe verandering. Als je een interventie hebt wat aansluit op wat we nu net bespreken, doe dan graag even dit. En op die manier dan weet ik dat ik jou eerst even moet vragen. Ga je gang. Vertel eens even wie je bent. Ik ben Peter. Ik werk als organizer bij Milieudefensie. Dus mensen bij elkaar brengen en coalities smeden is een beetje mijn werk. En ik vroeg me af in hoeverre mensen van het panel of andere mensen in de zaal ervaring hebben of tips hebben over hoe gaan we er nou voor zorgen dat we niet alleen maar met ons klimaatgekkies bij elkaar kruipen en coalities smeden. En ik weet, dat is moeilijk genoeg soms. Maar als we echt een deuk in een pakje boter willen slaan, dan gaan we die vakbondsgroepen bij elkaar daarbij moeten zien te halen. Dan gaan we die progressieve boeren daarbij moeten halen. Dan gaan we kerken en moskeeën aan boord moeten krijgen. Mijn ervaring is altijd dat dat heel veel tijd en heel veel koffiedrinken kost. Want dan ga je opeens uit je eigen bubbel en niet alleen maar met die andere witte academici praten, maar mensen met een andere plek in de maatschappij. Maar ik ben ervan overtuigd dat we bij de volgende klimaatmars baat hebben bij als de kerken daar weer staan, als we weer progressieve boeren op trekkers meekrijgen in die klimaatmars. En dat pas dan de politiek van ons wakker gaat liggen en zich zorgen maakt over, shit, daar staat mijn eigen achterban ook. Wat gaan we hier aan doen? Dus misschien even heel concreet samenvattend, want je stelde eerst een vraag en toen... Ja, wat is de ervaring? Misschien heel concreet, zien mensen dat voor zich om dat op lokaal niveau te gaan doen? Want ik denk ook dat het veel makkelijker is om die banden aan te knopen met de lokale afdelingen en groepen van dat soort maatschappelijke spelers, als dat het ons dat lukt om op landelijk niveau. Dus hoe gaan we LTO Noord erbij krijgen of de vakbondsafdeling in Eindhoven of
al dat soort andere groepen in het land. Oké, ik zag een hele enthousiaste reactie vanuit het publiek. Vindt het panel het goed als we eerst even bij het publiek gaan deze keer? Frank, alsjeblieft. Oké, hoi, ik ben Frank. Ik zit bij Teachers for Climate, maar ben ook al sinds 92 een beetje met klimaatacties bezig. En ik heb het voorrecht, vind ik eigenlijk zelf, om leraar te zijn vooral. En daarnaast ook milieuactivist. Maar ik kan me voorstellen dat veel mensen hier... Even een korte peiling. Wie doet eigenlijk werk wat niet per se voor een groot deel van je leven klimaatacties is? Nou, dat is toch nog wel... Ja, zo'n beetje een derde of zo. Want dat is natuurlijk... Ik heb 15 jaar lang heb ik eigenlijk actie... Ja, dat is interessant, hè? Toch? Want het is natuurlijk zo, inderdaad, dat die bubbel... Die is natuurlijk, als je werk ook is om met klimaat bezig te zijn de hele tijd... is het wel moeilijk om die bubbel om uit die bubbel te geraken. En ik zit elke dag met pubers en ouders en docenten... die eigenlijk helemaal niet zoveel met klimaat bezig zijn in de Bijlmer. En ik vind dat superleuk werk. Maar ik probeer dus ook heel erg dat erin te fietsen. En nou, op de vraag van Peter, hoe kan je je groep verbreden? Hè? Hoe kan je iets doen? Ik denk altijd, je hebt iets heel concreets nodig. We zijn nu samen met Teach for Climate met fossielvrij bezig en met Fridays for Future. Ja, toevallig mijn dochter, maar goed, dat is dan... dat gebeurt af en toe, dat je ineens in je gezin denkt, ja. zijn we bezig om na te denken over ABP... Wat een heel concreet plan is om daar, ABP financiert 800 miljard, waarvan 47 miljard geloof ik naar fossiele industrie gaat. Nou, dat is iets waar ik bij mijn collega's en mijn leerlingen kan aankomen. Kijk eens jongens, want er zijn niet heel veel mensen, ook bij mij op school, die denken, oh klimaat, ach dat is een beetje onzin. Er zijn er misschien is dat 5% of zo, die op die manier het een beetje onzin vindt. Maar dat is een hele grote groep, maar die gaat niet keihard actie voeren, die gaat niet dingen blokkeren. Dat zijn niet mensen die denken, ik ga nu... En die zitten zelfs mij schuldig aan te kijken als ze moeten vertellen op hun vakantie dat ze toch weer zijn gaan vliegen. Of toch met de auto naar school komen, terwijl het eigenlijk dichtbij is. Et cetera. Weet je, die gesprekken vind ik allemaal prima. Maar als zij een petitie krijgen waar ze zeggen, jongens, een deel van jullie pensioen wordt gewoon geïnvesteerd in fossiele industrie. Dan heb ik iets waarmee ik die groep kan verbreden. En dus zoiets concreets, los van dat je ook de grote doelen, wat John noemde, van je moet ook een grote visie hebben... Maar dat concrete, waarbij het duidelijk wordt wat die visie is... dan kan je ineens heel makkelijk een coalitie smeden. En het fijne van een leraarnetwerk in scholen is dat je natuurlijk... Ja, er zijn ontzettend veel middelbare scholen en basisscholen en onderwijs is enorm groot. Je hebt ABP is het grootste pensioenfonds, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. En we zijn allemaal verplicht lid. Dus dat maakt het een hele fijne kapstok. En die is niet altijd makkelijk, maar ik denk dat het zaak is om die kapstok te vinden... waardoor je in één keer, zoals in Groningen met FarmSum... Je zag dat werkt, omdat iedereen in Groningen heeft daar, zeker op platteland en in die omlanden, daarmee te maken. En dus werd al een succes. Maar zodra het gaat over Black Lives Matter, denken ze op platteland. Ik zou wel een kiek wel hebben binnenruurd over dat ik daar mee aankom zetten. Ja, en even een concreet voorbeeld, want ik ben ook met Black Lives Matter bezig. En ik heb afgelopen vrijdag een mailtje gestuurd naar al mijn collega's. Taquasi is een oud-leerling van ons. Die heeft een plan, die heeft die leerlingen voor ons bij nodig. En er komen dus nu allemaal appjes binnen van mijn collega's. Zeggen, ja, maar hij heeft op de Dam staan schreeuwen en dat kunnen we niet gaan steunen. Dus het is niet altijd vanzelfsprekend. Milieu is voor heel veel mensen duidelijk. Maar je moet heel goed kijken naar... Je moet altijd blijven uitleggen wat de verbindingen zijn. En ook, ja, toch ook wel twijfels serieus nemen. Dus ik weet niet of dit nou... Ik ben een beetje aan het ranten nu, maar... Dus ik ben steeds aan het kijken van, het is heel goed om buiten die bubbel te komen. Maar altijd kijken, wat is dat dan buiten die bubbel? Want er zit een enorm grijs gebied. Dus ik raad eigenlijk iedereen aan, maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje... Ga iets anders doen. Word buschauffeur. Ga in een hotel werken. Oh, nou, dat is een beetje lastig misschien. Maar dat heeft mij enorm geholpen. 15 jaar activisme en toen 10 jaar onderwijs. Daar heb ik in het onderwijs heb ik eigenlijk voor mijn gevoel soms meer bereikt. Door mensen juist... daarin te laten zien dat ik dat activisme heel goed ken... en dat ik ook meega en ik sleep mensen ook mee daarin. Dat werkt heel goed, die verbinding. Maar het kan niet altijd. Nou, anyway. Dankjewel, Frank. Dat was gewoon ook. ik geloof dat ik... Robin? Oh, en er is nog een derde daarachterin, geloof ik. Jij wel.
Ja, misschien moet ik dat gewoon even doen, dat ik het op me neem. Dan blijf ik daar staan en doe ik dat zelf. Ja. Dat is beter. Oké, nou, mooie call to action, want ik ben dus van plan om ook leraar te gaan worden. Dus, yeah. Nee, maar wat ik eigenlijk wou zeggen is dat het eigenlijk op de vraag van Peter over hoe we dus andere groepen erbij kunnen betrekken, is denk ik ook om te gaan kijken naar wat dus gemeenschappelijke affiniteiten zijn, gemeenschappelijke dingen die je doet. Dus echt gemeenschappen erbij betrekken, zoals wij dus bijvoorbeeld doen met Fashion Action, dat we echt de mensen die van mode houden, maar niet van onrecht houden, aanspreken en zeg maar op die manier mee betrekken in de klimaatbeweging. Want eerst zijn we Fashion Action en dan opeens is het zo van, oh ja, maar wacht, we zijn ook Extinction Rebellion. En ja, en zo hebben we best wel veel mensen een soort van al weten te betrekken en te radicaliseren en ook een plek te geven aan mensen die op een creatieve manier iets willen doen of dingen willen maken. Ja, dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je kijkt naar wat voor communities zijn er en op welke manier kan je hun aanspreken en wat voor gemeenschappelijke irritaties heb je ook met het systeem. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat dat ook bijvoorbeeld dus met kerken, maar ook andere groepen, vooral ook jongeren, zo kan werken. En ook mensen moeten meer Nederlandstalige protestliederen schrijven. Ja. Dankjewel, Robin. Ik geloof, Jesse, klopt dat? Ja. Dankjewel voor het schoonmaken. Ja, ik wil het punt wat de willekeurige man die toevallig ook mijn vader is maakte, wel op zich onderstrepen. Want het klopt wel dat je, als je uit je eigen bubbel komt en mensen betrekt bij iets wat wel direct invloed heeft, maar waarvan ze dachten dat het hen niet boeide, dan is dat inderdaad een hele goede stap. Alleen wat ik eigenlijk nog miste, en daarom is het ook een beetje kort en wat ik eigenlijk wilde toevoegen, is het is inderdaad een goede stap om dan te beginnen met iets als een petitie en informeren en zo. Maar eigenlijk zou ik dan daar niet stoppen, want dat is juist volgens mij dat is voor een goede eerste stap. En als dan daarna weer een call to action komt en dan een soort van protest of dan iets groters, dat je eigenlijk stapje bij stapje radicaliseert. Het woord indoctrineren gaan we niet gebruiken in het onderwijs. Maar radicaliseren, dat mensen dan eerst denken van, hey, ABP, dat heb ik al eerder gehoord, daar heb ik een keer een petitie voor getekend. En dan daarna dus zo steeds verder erin komen. En zo bouw je dan een beweging die ook echt, waar de politiek ook echt voor in zijn broek doet. Dus dat wil ik er even toevoegen. Dankjewel. Caitlin, hoor ik dat goed? Oké, Caitlin voor een directe reactie. En ik denk hierna nog eentje en dan misschien door naar een ander onderwerp. Anders blijven we natuurlijk erg lang hangen. Oh ja. Ik heb nog een bijbaan. Nieuw doekje. Oh ja, er is nog een tweede. Nou, ga je gang. Dat doe ik zo. Ik ben Caitlin. ik ben een kernlid van Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter. En als aanvulling op Frank en ook op het panel van hey, hoe ga je die coalities aan met andere groepen, dan komt bij mij gelijk de vraag, en hoe zorg je voor de veiligheid van zwarte en bruine mensen dan in die groepen, omdat vanuit de klimaatprotestboeren komen ook direct de doodsbedreigingen richting Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter, so how are we gonna deal with that? Dat is ja, gewoon een vraag voor jullie. Misschien wil het een van de panelleden reageren. Ja, ik denk, het allerbelangrijkste is dat mensen zich veilig voelen. En dan is het niet alleen zeg maar, voor zeg maar mensen van kleur, maar ook van geloof. Van, er zijn ontzettend veel vormen. En het begint volgens mij ermee, wij hebben zeg maar die klimaatcafé en daarna hebben we een borrel. En het moet bij iedereen die er binnenkomt, moet duidelijk zijn dat je een biertje kunt pakken, maar dat het geen norm is. Want je stoot gewoon al op voorhand mensen af op het moment dat jij zegt van goh, ja, we hebben nu een borrel en daar drinken we alcohol. En daar zijn ontzettend veel van die hele kleine dingetjes die er zitten. En wat volgens mij het allerbeste helpt, is juist elke keer ook verschillende thema's hebben. Zodat mensen op iets waar ze in thema al heel erg thuis voelen, ook veel makkelijker meer mensen leren kennen en ook hun ervaringen kunnen delen en ervoor kunnen zorgen dat mensen dat er meer bewust van zijn. Want zeg maar, er zijn gewoon heel veel mensen in het land die er niet bewust van zijn waar een probleem ligt. En dan heb je nog een groep die zich er niet bewust van wil zijn.
Nou, die laatste groep die moet je er gewoon uitkicken. Die hebben we niet nodig voor een transitie. Alles wat we doen is om een betere wereld te maken. En als je zelf methoden gaat gebruiken die niet in die betere wereld passen, dan heb je dat tot norm van die volgende wereld gemaakt. Dus volgens mij zit daar de kern van van de oplossing. Oké, dankjewel Juri. Ik denk dat we hiermee ook een beetje een gerelateerd, maar net wat ander onderwerp met een specifiek thema zijn gaan aansnijden. Natuurlijk met mensen van kleur en bepaalde thema's rondom racisme en hoe we dat kunnen betrekken. Als jullie het goed vinden, denk ik dat we dat nu even als transitioneren naar dat onderwerp. Of mensen daar een directe reactie of vraag op hebben, dat we dat nu even doen. Zou ik nog één opmerking nog maken over dat van hoe zorg je nou voor die... Ik denk dat een van de dingen die wij als klimaatbeweging nu heel erg missen, dat is die warmtetransitie. Die warmte die komt bij iedereen achter de voordeur. Die wordt voor iedereen onbetaalbaar. Er worden investeringen gedaan voor multinationals die daar monopolies voor 20, 30 jaar krijgen. Er is echt geen Nederlander meer die dat een goed idee vindt. Dus ik vind het echt heel gek dat dat in de klimaatbeweging niet een keihard thema is. En de consultaties daarvan zijn nu al bezig met die warmtewet. Dat wordt heel snel heel actief. Dus als er groepen zijn die zeggen, oh, daar wil ik meer over weten of weet ik wat. Dit is echt iets wat overal komt en waar de mensen in een woningcorporatie nog minder over te zeggen krijgen. En dus nog meer genaaid worden dan de mensen die hun eigen huis hebben. Als er echt iets over klimaatrechtvaardigheid op dit moment speelt, waar het gaat over van hoe bereik je nou iedereen in de hele samenleving, dan is dat die warmtetransitie en wat de politiek daarvoor misselijkmakend aan het doen is. Dankjewel, Juri. Om even terug te komen op de thematransitie, directe reacties. Heb jij ze bijgehouden? Er zijn nieuwe directe reacties. Ik zie daar zo in ieder geval eentje. Ik stap even van mijn moderatierol af, want ik voel me ook onderdeel van. Vandaar ook even deze reactie. Er zijn net al hele interessante zaken genoemd. En één ding wat ik daarop zou willen toevoegen is, wat wordt gezien als doel en wat wordt gevierd als succes? Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. En heel concreet, een tijdje geleden werden in Amsterdam de parkeerkosten superhoog gemaakt. Met het idee van, hey, we weren de auto's uit de stad en krijgen een groenere leefomgeving. Heel veel mensen die ik ken waren daar niet blij mee. Want de auto is een ontzettend belangrijk vervoermiddel en het OV is superduur. Dus op het moment dat vanuit de klimaatbeweging feest wordt gevierd, bij wijze van over de verhoging van de parkeerkosten, maar er wordt niet gezegd van, hey, wij zijn ons ook bewust van wat dit kost en wij gaan ook daarvoor strijden. Dan raak je denk ik heel veel mensen kwijt. En dan geef je extreem rechts en rechts een heel goed verhaal. Van, oh, klimaatbeleid kost ons geld. En dat is echt iets waar we constant tegenaan lopen te hikken uiteindelijk. Van ja, het kost inderdaad geld. En de rechterkant van het politiek spectrum kan heel goed uitleggen dat zo is. Zonder te vertellen dat in de toekomst het nog meer geld gaat kosten. En zonder in de kostenbatenanalyse ons geluk en levenskwaliteit mee te nemen. En op het moment dat wij een beetje meegaan in dat frame vanuit de beweging en niet een alternatief of aanvullend verhaal kunnen vertellen, dan zijn zelfs de succesverhalen bij wijze van niet aansprekend. Dus voor mij is dat één ding, denk ik, om rekening mee te houden. En het andere aspect is ook, wederom, waar wordt actie voor gevoerd? Er worden heel veel dingen gedaan, heel goed. En niet alles kan, maar heel concreet in Rotterdam bijvoorbeeld. De wijken waar mensen met een lager inkomen wonen, daarvan is bewezen dat daarvan de luchtkwaliteit het laagst is. En daar wordt actief beleid op gemaakt en dat is ook geen toeval. We kunnen dus heel duidelijk maken hoe klimaatongelijkheid ook hier in Nederland heel concreet en zichtbaar is. Daar is superveel onderzoek naar. Dus misschien ook goed om in de strijd bijvoorbeeld tegen de Rotterdamse haven of voor het behoud van de werknemers en het werk daar ook na te denken van, hey, wat raakt mensen nog meer heel specifiek en heel concreet? Ook als dat soms misschien net een andere manier van denken vergt. Dat zijn twee dingen en dit gaat over sociaal-economische achtergrond, maar dit geldt ook voor heel veel andere aspecten. Van welk verhaal wordt verteld vanuit de klimaatbeweging, wat wordt gevierd als succes, welke doelen worden nagestreefd en laten we niet in de val van rechts en kapitalisme duiken door ook vanuit die termen successen te vieren en heel veel andere mensen te vergeten. En gelukkig mag ik zo meteen een panel hosten wat ook over politiek gaat. Dus ik ben heel benieuwd om daar verder over te praten, maar even two cents.
Ja, dankjewel. Ik wilde graag nog één bijdrage vragen op het thema van hoe we mensen van kleur beter kunnen betrekken bij de klimaatbeweging. Dus Raki, als ik je naam goed heb onthouden. Ja. Doe ik nog even mijn klusje. Ja, dankjewel. Met veel interesse geluisterd inderdaad naar de verhalen over lokale coalities. Toch wil ik nog even inzoomen op dat stukje klimaatrechtvaardigheid. Een thema waar je allerlei verschillende visies op kunt loslaten. Ik heb eerder deelgenomen aan acties van Fossievrij Den Haag, wat ik van harte ondersteun. Maar ik wil toch mijn zorgen uiten, en dat komt in het volgende thema, zal ik er dieper op inzoomen als die gelegenheid er is. Want uiteindelijk gaat het om hoe goed die initiatieven lokaal ook zijn. Het feit dat we in deze klimaatcrisis zijn terechtgekomen, komt door het systeemprobleem in het globale zuiden. De mensen waar het klimaat al lang al van is veranderd, zoals in West-Papua. Voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, waar werelds tweede grote regenwoud gehuisvest zit. En waar ik Nederlanders en geschiedenisdocenten vandaag de dag nog over moet onderwijzen over ons gedeelte geschiedenis. Het zijn deze stiltes, ook al winnen we 10 jaar lang in Nederland succes op lokaal niveau, dan gaan we deze strijd verliezen. Met de tijd die de wetenschappers ons geven, namelijk 10 jaar. We moeten het over de systemen hebben en durven uitzoomen over de uitstekende acties en initiatieven die we lokaal kunnen bereiken, wat ik van harte ondersteun. Maar we mogen echt niet vergeten, dat is een absolute illusie, als we ook op lokaal niveau niet voor tijd willen vrijmaken om te kijken hoe wij deel kunnen of aanvulling kunnen geven aan dat systeemverandering. Want dat is de reden waarom wij vandaag met deze crisis te maken hebben. En waar we lokaal allerlei mooie initiatieven moeten opzetten, maar dan gaan we de wedstrijd niet meer winnen. Dus dat wilde ik even meegeven. En de mensen in het globale zuiden, zoals de Papua's, 1/3 van mijn volk, voormalige reisgenoten, zijn de afgelopen 60 jaar vermoord. 500.000 mensen. Geen enkele verontwaardiging in Nederland. En zelfs in een actie of campagne van bijvoorbeeld grote milieuorganisaties hebben het over de orang-outan, waar ik empathie over heb. Van 200.000 naar 100.000. What about the 500.000 indigenous West Papuans in Indonesië? En dit is het perspectief wat ik vertaal naar inheems perspectief, waar ik flyers van heb liggen en later graag op zou willen inzoomen. Dank jullie wel. Dank je wel. Even met een oog op de tijd en de hoeveelheid onderwerpen die we hebben kunnen bespreken, ga ik even terug naar de oorspronkelijke benoeming. Ik geloof dat Misha de volgende is. Sorry Misha. De volgende was Nina en daarna Janneke. En daarnaast was ook een lijst met mensen die directe reacties hadden. Maar als je verder wil, dan... Ja, het spijt me van de directe reacties op een gegeven moment. Dan gaan we gewoon even door naar een ander onderwerp. Alsjeblieft. Ik heb het net gedaan. Oké, ik weet niet meer wat jij net precies zei over iets van de eerste olieboring of zo bij Den Haag. Maar volgens mij laat dat ook best wel goed zien waar we het nu over hebben, omdat wat ik weet zijn de eerste olieboringen van Nederland hebben plaatsgevonden in Indonesië, het voormalig Nederlands-Indië. En we zien ook gewoon heel erg dat de wortels van klimaatverandering natuurlijk liggen in kolonialisme. En zoals Eline eerder zei van ja, we hebben het niet over of, maar over en, zou ik het eigenlijk wel een stapje verder willen zetten. Want we hebben het gewoon over hetzelfde systeem die verschillende problemen veroorzaakt. Dus waar ook één en dezelfde oplossing voor is. En dat is denk ik ook hoe we die verbondenheid het beste kunnen vinden. En waar we ons bewust van moeten zijn. Dat er natuurlijk gewoon een eeuwenlange geschiedenis van mondiale uitbuiting ten grondslag aan ligt. En dat we daar natuurlijk ook moeten inzien dat we niet genoegen moeten nemen met kruimels en met kleine eisen. En nog over de rol van lokale coalities daarin. Ik denk wat we heel erg zien in de klimaatbeweging, dat heel erg veel eisen snel worden uitgehold. Bijvoorbeeld door de gevestigde politiek, maar ook door het bedrijfsleven die heel veel groene termen en zo gebruikt. Zoals we zien in Amsterdam van wij zijn een donut economy. Terwijl wat we zien wat er in Amsterdam met de Lutkemeerpolder bijvoorbeeld gebeurt. En de Amsterdamse haven, dat het natuurlijk helemaal niet waar is.
En ik denk dat daar die lokale coalities wel ook heel veel kracht in kunnen hebben om die cooptatie tegen te gaan. Omdat wij kunnen zien wat er daadwerkelijk echt gebeurt. En bijvoorbeeld, ja, er zijn denk ik over het hele land natuurlijk voorbeelden van waar die klimaatverandering eigenlijk wordt uitgevoerd op lokaal niveau. In Limburg heb je natuurlijk die opslag van wapens van de Verenigde Staten. Je hebt verschillende havens, de gasvelden. Het is niet alsof wij niet op lokaal niveau kunnen aantonen dat het helemaal niet de goede kant op gaat. Dus dat is denk ik hoe we die eisen ook kunnen gebruiken als wapens. Om te laten zien van kijk, het gaat helemaal niet goed. Dit zijn gewoon holle frases. En onze strijd is gewoon nog 100% legitiem. Dankjewel. Janneke, graag. Mijn reisgenoten. Helemaal uit Maastricht, inderdaad. En daar wil ik het ook even kort over hebben, over de Klimaatcoalitie in Maastricht. Omdat ik merk dat veel mensen dat toch ook wel een beetje als een soort van voorbeeld zien. Ten eerste, Maastricht kan het niet alleen. We hebben inderdaad een mooie coalitie met FNV, Milieudefensie en heel veel grassroots organisaties. Ga naar onze website maastrichtforclimate.nl. Doe dat niet meteen, doe dat alsjeblieft strakjes, anders mis je de rest van mijn betoog. Maar we hebben dus inderdaad gewerkt aan klimaateisen, een stuk of 8. Kijk daar lekker vanaf. Ik wil wel zeggen van, als je al in een groep zit en je hebt al dingen lopen, zeg maar, ga dan kijken hoe je kan verbreden inderdaad. Dat is het punt wat Peter, geloof ik, eerder vroeg. Maar als je hier bent en je bent als enige van Fridays for Future bijvoorbeeld uit, weet ik veel welk Almelo, noem maar, ik heb geen idee hoor. Maar ga dan niet meteen beginnen met die coalitie op te stellen. Hè. Ga dan eerst werken aan mensen bij elkaar krijgen om 25 september te bouwen, denk ik. Dus ik denk dat je dat onderscheid wel even moet maken. Maar goed, ik wilde eigenlijk vooral ook stilstaan bij waarom gaan we eigenlijk eisen stellen. En ik denk dat we daar veel meer ook over moeten hebben in dit debat vandaag. Even spieken, want ik heb van alles opgeschreven hierover. Ik denk ten eerste is het ook een soort van instapmodel. Want klimaatverandering, heel veel mensen maken zich echt wel enorm veel zorgen over. Myna zei al iets over percentages van die Vattenfall had onderzocht. Maar het is zo ongrijpbaar. En ik denk dat voor een deel klimaateisen dat ook heel tastbaar maken. Hè. We hebben dus onder andere de eis gratis openbaar vervoer. Nou, wie kan daar nou niet wie kan daar nou niet ja op zeggen, bij wijze van spreken? Dus dat maakt het ergens al veel concreter voor mensen om mee te doen. Tegelijkertijd gingen we laatst, vorige week gingen we bij een supermarkt staan om te kijken of mensen onze klimaateisen kennen en wat ze daarop of ze dat een beetje cool vinden. Eigenlijk kent niemand onze klimaateisen. En dan hebben we dus een half jaar, oké, het was corona, maar we hebben een half jaar, nou, laat ik zeggen 3 maanden hebben we gewerkt aan die eisen. Wat een heel goed proces is tussen groepen onderling natuurlijk. Maar dan moet je nog wel de slag slaan naar de mensen om je heen. En bij het ontbreken van een beweging op straat, wat natuurlijk komt door corona, is dat wat lastiger te slaan. En ik denk dat met 25 september kunnen we daar wel een inhaalslag op maken. Maar goed, dus een instapmodel, dat is het eerste, zeg maar. Maar dan denk ik ook dat je moet nadenken over wat voor soort eisen stel je. En ik denk dat we daar in Maastricht iets te snel overheen zijn gegaan. Het is meer van, oké, wat heeft elke organisatie in te brengen? Wat is het hot topic van elke organisatie? En daar zijn we een soort van gemene deler van gaan maken. Misschien schets ik het iets te zwart-wit af, want dat mogen jullie inderdaad wel corrigeren. Maar zo, dan iedereen brengt wat in en daar gaan we mee aan de slag. Terwijl ik denk dat we het wel iets meer moeten hebben over wat is nodig. En dat is het punt wat ook in het vorige blok een paar keer gemaakt is van, we hebben het over system change. Wat is daarvoor nodig? En dat mag best wel zeer doen, zeg maar. En ik merk dat ook hier in het panel wordt ook wel iets meer gepraat vanuit het idee van wat is haalbaar. En ik denk dat we best wel die moed mogen hebben, hoe zeg je dat, van wat is nodig. Ik weet niet of ik te abstract praat nu. Ik zie mensen knikken, dus mensen volgen me inderdaad kennelijk nog. En het derde is waarom eisen. Ik zie het zelf ook een beetje als stepping stones. Klimaatverandering is zo'n gigantisch probleem. Dus je hebt ook ergens een soort van overwinningjes nodig, zeg maar. Kleine analogie, vorig jaar start ik een petitie voor de Universiteit van Maastricht om ze uit te laten spreken tegen Zwarte Piet. Dat is binnen. En daarmee kun je vervolgens de strijd verder gaan voeren van, hey, de universiteit moet nog helemaal waar worden gemaakt, want ik vermoed dat er toch best wel her en der een Zwarte Pietje ergens
komende november te zien zal zijn op de universiteit. Maar de universiteit heeft nee gezegd tegen Zwarte Piet. En dus zo werkt volgens mij ook een eis. Als je iets binnenhaalt, dat je dat dan ook gebruikt als stepping stone om mensen te laten zien dat verandering echt wel kan. Dus oké, het is altijd een beetje een... ik praat veel te lang, je moet ook een beetje de tijd bijhouden. Ik ga nu mijn mond houden. Ja. Dankjewel, ik ben benieuwd naar wat mensen vinden over waarom stellen we eisen. Ik denk dat we die vraag echt wel moeten stellen ook aan elkaar. Ja, dankjewel Janneke. We hebben in dit tijdsblok voor dit panel hebben we nog iets van 5 minuten. Dus ik wilde heel graag de panelleden nog 1,5 minuut graag het woord geven om jullie laatste reflectie nog even met ons te delen. Beginnen bij Delphine. Er is iemand anders al naar voren gekomen. Is het een snelle bijdrage? Filip had me wel uitgenodigd. Oh, dat had ik niet door, het spijt me. Dus dan gaan we dat je niet ontnemen. Volgens mij gaan we zo ook op door, maar ik wil toch nog even naar de kern van de discussie voor mij in ieder geval. Wat Peter aanhaalde over hoe gaan we andere groepen erbij betrekken. Volgens mij moeten we als klimaatbeweging, en dit is een persoonlijke reflectie, dit is niet het standpunt van Greenpeace, maar volgens mij moeten we als klimaatbeweging echt een principiële keuze maken. Dat antiracisme is een rode lijn in alle coalities die we aangaan. Want zolang we dat niet doen, zitten we met gelegenheidscoalities. En zit er dus nooit een vertrouwen bij mensen van kleur dat ze op ons kunnen rekenen. En als we dat niet als rode lijn nemen in onze coalitieonderhandelingen, zeg maar, welke partners gaan we samenwerken, dan blijven we dit gezeik houden. En dan kunnen we nooit dat systeem dat we willen veranderen, echt veranderen. Dank je. Wat ik eerder zei. Delphine. Ik heb heel veel dingen zitten bedenken nu. Maar op zich vind ik ook wel dat die system change moet ook gewoon blijven ingevuld worden. Naarmate de evenementen die gebeuren. Naarmate wat er binnen onze coalitie groeit en gevoeld wordt. En dat we ons niet direct moeten scherp zetten van ja, het is allemaal een beetje vaag. Maar ook... de extra stap durven zetten naast de eisen en dan ook gewoon de eisen even celebraten en daarna voortdoen. Dus, Dankjewel. Eline. Ook even denk ik aanhakend op Nina en wat ik zei over of en. Ik ben het 100% mee eens. Wij zijn ook gericht op systeemverandering en de noodzaak voor systeemverandering. Ik denk dat we daar ook niet meer over hoeven te discussiëren in deze ruimte en in onze eigen bubbel, wat dat betreft. Maar ik denk wel dat het hebben over en, dus de manieren waarop dus bijvoorbeeld klimaatverandering verschillende mensen treft en zich op verschillende manieren manifesteert en hoe dat alweer voortkomt uit vormen van sociale stratificatie die heel diep geworteld zijn in onze samenleving. Als je het blijft hebben, er is een verschil als je coalities aangaat tussen het creëren van eenheid in verscheidenheid en het realiseren van verscheidenheid in eenheid. En dat zijn twee verschillende doelstellingen, denk ik, binnen de formatie van een coalitie. En ik denk dat het, zeker ook voor ons in Groningen, het is heel belangrijk om die verschillen te blijven belichten. Dus een soort van coalitionele solidariteit te hebben, waarin je enerzijds gaat kijken naar hoe krijgen wij een collectieve, politieke, concrete actie. Maar anderzijds, hoe blijven we aandacht voor die verschillen houden, constant en op een structurele manier. En dat zie ik bijvoorbeeld heel basis in Groningen, zie je dat terug. Het werd net al genoemd over sociale en economische ongelijkheden en hoe dat filtert in hoe mensen bepaalde veranderingen ervaren en wat zij zien als een succes. Groningen is het wiengewest van Nederland. Het wordt helemaal leeggepompt. Die mensen zitten daar met gigantische ellende. Het is een van de armste regio's van heel Nederland. Er is ontzettend draagvlak voor die duurzame energietransitie. Want mensen willen daar dat die gaskraan dichtgaat en mensen willen van het gas af. Maar er is betrekkelijk weinig draagvlak voor andere eisen die vanuit de klimaatbeweging komen. En voor een deel denk ik dat het ook komt omdat zij wat vaker soms de discours zouden willen zien waarin er erkenning is voor het feit dat Groningen een frontliniegemeenschap is die al zo lang aan het kortste eind trekt op zoveel verschillende niveaus in Nederland. En de coronacrisis is daar het laatste voorbeeld van. De discours gaat heel erg over, we moeten allemaal thuis blijven. Wij hebben binnen de coalitie ook gekeken naar wat kunnen wij doen binnen onze eigen netwerken om die discours open te trekken en die te gaan zorgen dat we ons realiseren dat we
in dezelfde storm zitten, maar niet in dezelfde boot. En op Nederlands niveau, daar is een groot verschil tussen het globale noorden en het globale zuiden. Maar ook binnen Nederland is er al een heel groot verschil. Als je het hebt over mensen die moeten gaan thuisblijven in huizen waarin zij niet veilig zijn. En op het moment dat mensen in de provincie Groningen die discours nergens anders binnen de rest van de klimaatbeweging in Nederland vinden, gaan zij niet het gevoel hebben dat hun unieke positie erkend wordt. En dat is ook een onderdeel van die politics of recognition die ik graag zoveel meer terug zou willen zien binnen coalitievorming. Dankjewel, Eline. Jury, jouw laatste reflectie. Ja, ik denk ook dat, zeg maar, er zijn heel veel mensen in Nederland, maar in de hele wereld, die op een bepaalde manier, in een bepaald aspect, slachtoffer van het systeem zijn. Of andere groep die zich slachtoffer van het systeem voelen. En wij laten, zeg maar, al die mensen in hun probleem gaar koken totdat ze extreem rechts zijn. En wat wij moeten doen, volgens mij, is veel en veel breder aangeven waar zitten nou al die systeemdingen waar we met elkaar allemaal een probleem van zijn. En dan heb je dus aan de ene kant erkenning nodig van al die verschillende vormen van waar jij een probleem hebt. En dat is dus echt veel en veel breder dan. Dat gaat ook over mensen in een Schilderswijk die met corona thuis moeten blijven, maar wel met z'n achten in een kleine woning zitten. En het gaat ook over de mensen in Groningen. Het gaat ook over de mensen die een bepaalde ziekte hebben of een bepaalde, niet de mogelijkheid om aan bepaalde dingen mee te doen, omdat ze bijvoorbeeld de tram niet in konden. Er zijn zo ontzettend veel mensen die vanzelfsprekend vanuit hun eigen, van jongens, hier loop ik in achter, dat ik denk dat het heel belangrijk is om dat individueel te erkennen. Omdat je juist op dat individuele vlak niet ervoor hoeft te kiezen om te zeggen van oké, dit is iets waar we allemaal achter moeten gaan staan. Want als we dat gaan doen, dan moeten we over alle verschillende problemen die mensen kunnen hebben, moeten we erachter gaan staan. Want het is het een en daarna het ander en daarna het ander. Wat we moeten doen is we moeten aangeven waar dat systeem kraakt, waar dat systeem wringt. Jij gaf het voorbeeld van Bataafse oliemaatschappij in Indonesië. Toen Indonesië zelfstandig zou worden, toen werd er een verdrag tussen die twee afgesloten. En dat was het eerste TTIP-verdrag. Dat is gewoon door Nederland opgedragen om onze oliemaatschappij te beschermen tegen die gekken die daar hun eigen systeem zouden gaan opbouwen omdat ze zelfstandig werden. Dat is ook een systeemding. Ons geldsysteem is een systeemding. Er zijn zo ontzettend veel systeemdingen. En ik denk dat we echt heel veel moeten doen aan ervoor zorgen dat we al die systemen doorgronden. Dat we elkaar daar heel erg duidelijk in onderwijzen, in helpen en in delen. Maar dat we niet van alle plekken, alle mogelijkheden waar mensen individueel een probleem kunnen hebben in deze samenleving, een individueel recht gaan bouwen. Het systeem moet anders. Als het systeem anders is, dan krijgen we een mooie samenleving terug. En ik denk dat op het moment dat je dus één van die dingen eruit pakt, en ik zie dat nu heel veel, dat je het risico loopt dat je dus de mensen in Groningen naar extreem rechts duwt. En dat zou echt heel zonde zijn. Want dat geldt ook voor gehandicapte mensen, en dat geldt ook voor moslims of andere geloven enzovoort. Ja. Dankjewel, Jury. En ook veel dank aan het publiek voor jullie mooie bijdrage. We hebben weer kunnen nadenken over hoe we met elkaar kunnen samenwerken, wat we doen met tegenstrijdig belang. En volgens mij is het inmiddels ook weer tijd voor een pauze. Even kijken aan de organisatie. Gaan we nu een pauze van een kwartiertje doen of houden we het bij de 20 minuten? Wat zeg het maar? Kwartiertje pauze. Oké, kwartiertje pauze en om 9:30 beginnen we weer. Dank jullie wel. APPLAUS